Hey, en leuk dat jij in deze gloednieuwe vlog. Dit keer vanuit een trein. Maar we zijn nu naar een kust toe. We gaan nu naar een pretpark toe, waar ik 4 jaar geleden voor het laatst ben geweest. Staat bekend om heel veel figuren hier uit België, maar ook uit Nederlandse tv-series, films, musicals. En waarschijnlijk herken je het al aan dit liedje. Of dit liedje. Of naar boven. De trein naar richting Oost. In ieder geval, ze zitten nu in de trein. En ik zei eigenlijk bijna het noemen zeggen van met de trein naar Oostende. Maar dat is het niet. We zijn nu niet naar Oostende, maar richting de pannen toe. En daar zie ik jullie na de intro. We zijn dus nu aangekomen op de pannen. Waarschijnlijk als je het al aan deze tram ziet, het verraadt het eigenlijk al een beetje waar we nu naartoe gaan. En dat is namelijk Plopsaland de Pannen. Wie kent het niet? Ze bestaan nu een kleine 20, 25 jaar, schat ik in. Maar ja, waarschijnlijk als je aan het liedjes hebt gehoord, het is bekend van Sans Megert. Het huis Anubis. Ja, natuurlijk ook Kabouterplop, noem het maar op. Al die leuke series van vroeger komen in dit park zeg maar samen. Ja, we kunnen over. In ieder geval, ja, we lopen dus nu richting de ingang om de abonnementspas op te halen. Tevens over een kleine maand, anderhalve maand, kom ik hier terug. Want een achtbaan die daar ziet staan, is namelijk The Ride to Happiness. Een Mack Extreme Spinning Coaster. Heel erg uniek, want dit is nog maar de tweede over heel de wereld. Die gaat over een kleine inschatting van een maand in première. En ja, de heel veel pretpark fans en coaster fanaten zeggen dat de première op 1 juli ligt, maar er is nog geen uitsluitsel buitengekomen van of Plopsa, dus wanneer dat ze hem zullen opengooien, maar we gaan ervan uit dat het van 1 juli zal zijn. Maar het eerste opzicht, wat is in die 4 jaar tijd dat ik hier niet meer ben geweest, veel veranderd. Het pad naar de hoofdingang toe is wel nog hetzelfde, maar het aanbeeld van de voorzijde van het hoofdentree, dat is echt helemaal veranderd. Ik herken het ook niet meer terug. Maar ik laat jullie even wat mooie beelden zien van het hoofdentree en dan zometeen vanuit het park en dan gaan we plezier maken op Plopsaland de Pannen. Echt waar, dames en heren, wat ziet dat hotel er schitterend uit. Echt heel mooi. Echt Plopsa-stijl, een beetje betoverend, net zoals Toverland. Maar in ieder geval, ja, moet dus nou even nog een abonnementje ophalen. Dat is hier. En één ding wat me meteen opvalt, is de bedrukking waar je zeg maar een groene vierkant en een groene stip ziet. Daar mag je staan als huishouden zijnde. En op een rood kruis daar bij dat paaltje, daar mag je dus niet staan. Zo wordt dus hier, in ieder geval hier op Plopsaland de Pannen, de anderhalve meter in acht genomen.
Dus dat is best wel netjes hoe dat is gedaan. Nou, dames en heren, zoals je ziet, we zijn binnen. En ik heb een Plopsaland abonnement. Echt, zijn mooi. De voorkant tevens achterzijde. Net even met entry personeel gesproken. En de opening van The Ride to Happiness. Het kan vervroegd worden, maar sowieso 1 juli is een feit. Ja, de entree kan ik me wel nog herinneren. Dat bij de Plopsashop in Dijkum, dus het plein. Ja, daar herinner ik me wel nog. Maar wat is dit veranderd? Want ik weet wel nog de laatste keer dat ik hier was. Ja, stond je eigenlijk net voorbij de ingang van Mayaland. En er stond een hele schutting, zeg maar. En dan waren ze bezig met het theater, wat je daar ziet. Het, even goed zeggen, het Proximus Theater van Studio 100. En daar gaan dus nou alle musicals, alle parkshows en dat soort zaken draaien. Dat draait ook al een tijdje. En dan daar, hier achter de schutting, dat is Plopsaqua. En dan zeg maar dit hele stuk, ja, is het Plopsa Hotel. En daar gaan we over een paar maanden overnachten. Als de Ride to Happiness is geopend. Maar echt waar, wat is hij mooi gedetailleerd. Echt, ik heb hier gewoon geen woorden voor. Als ik persoonlijk eerlijk moet zeggen, mooier dan het Efteling Hotel. Alleen één opvallend dingetje, dat heeft Trioxo ook gezegd in zijn vlog. Dat zijn zeg maar dat rood en dat blauwe. Ja, dat valt wel een beetje op, maar verder echt heel mooi gedetailleerd. Maar ja, binnenkort komt hier een speciaal videootje van online. En wat ik nog heel erg leuk vind, loop ik nou even naartoe. Dan heb je hier de zijkant van het hotel. En een hele mooie link naar gedachtenis van Anne Petersen. Ofwel Janine de Bolle. Echt heel mooi en echt heel leuk dat ze dat hebben meegenomen. Terwijl ze rond 2002, 2003 helaas was overleden. Maar ik vind het wel echt leuk dat ze haar naam hier hebben meegenomen. Maar verder, het ziet er geweldig uit. Maar ik zou zeggen, geniet van de sfeerbeelden hier vanuit Plops van de Pannen en sowieso vanaf het plein. Op de bankjes wordt duidelijk echt aangegeven van 1 familie per bank. Dus ja, het is echt heel goed gedaan. Heel goed georganiseerd rond de coronamaatregelen, noem het maar op. Dus ik ben benieuwd hoe het op de attracties zal zijn. Ja, dames en heren, nu sta ik heel dicht bij het hotel. En voel me echt op hoeveel detail dat er wel niet in zit. Want zo zie je Boomba Boomba Loo, Piet Piraat en dan net onder Samson. Ja, echt leuk. Ik ben echt heel benieuwd hoe het hotel van binnen eruit ziet. Maar dat zien we over een paar maanden als ik hier in het hotel ga overnachten. Ofwel het Plopsa Hotel. En dan laat ik jullie een volledige tour zien van binnen en van buiten. Nou, hier wordt dus ook echt duidelijk aangegeven, je moet echt via de rechterzijde. Nou, echt duiker dan dit kan je niet zijn.
Ja, Meierland. Als het goed is gaat hier vanaf 9 juni weer open. Tevens in Nederland gaan de indoor hallen nu definitief vanaf 5 juni open. Ofwel, als we weer terug naar Toverland toe gaan, ja, dan is de indoor hal geopend, de eerste twee. Maar Meierland, hier in Propsland de Pannen, pas vanaf 9 juni. Maar hoe en wat, weet ik niet. En ja, dan hebben we daar nog een kraampje van meneer Spaghetti. Echt leuk. En ja, hier word je echt gedreven aan de rechterzijde. Dus je mag hier op het midden niet komen. Omdat je dan namelijk bij de andere gezinnen kan komen. En wie is er niet oud mee geworden? SC de Kampioenen. Nou, en hier is de, zeg maar, een tweesplitsing. Die kant op kan je richting Big & Betsy toe gaan. Dat gaan we niet doen. Daar komen we straks pas. We gaan eerst die kant op, rechts zo die gaat. Maar ja, hey, radio hallo. Net zoals wat ze altijd zeggen van pinten pakken. Hey, hey, hey. Ja, echt leuk. Hey, vanaf Kostermans, de Brok Antiek. Dat is vet. Er zit echt een shop in. Terwijl het vroeger volgens mij een café of dergelijke was, zit er nu een shop in. Dus ja, jullie weten hoeveel dat ik van FC de Kampioenen hou, dus ik ga hier sowieso wel even kijken. Nou, dat is toch leuk. Echt een hele oude requisieten die hier nog steeds aanwezig zijn. Is er echt van te kijken. En echt de muren van de filmsets. Maar ik vraag me toch af van wat heeft nou eigenlijk Studio 100 met de productie van FC de Kampioenen. Die combinatie en die link kan ik eventjes niet leggen. En voor de echte oude mensen die het nog heel goed kennen. Hier zat vroeger zeg maar het K3 verkeerspark. Dat is nou van de flikken. De buurtpolitie. Ik had me laten vertellen dat dat hier een specifieke soapserie is uit de regio. Of dergelijke, ik durf het niet te zeggen, maar vroeger was dit dus het K3 verkeerspark. En dat is nou dus sinds dit jaar de buurtpolitie geworden. Ik ken het helemaal niet, maar ja, het ziet er wel leuk uit. Echt typisch Studio 100. En zoals je ziet, zie je hem al achter. We zijn er bijna. In ieder geval een van de coasters, ja, waar ik echt heel erg hyped over ben. En dat is niet de buurtpolitie. Maar we gaan eerst die kant op richting een Woody. En namelijk Heidi the Ride. En je ziet hem even voorbij schieten. Bij de Double Up Double Down. En ja. Dit is wel een van mijn favoriete GCI coasters. Daar ga ik natuurlijk wat mooie beelden van laten zien. Zo. Een onrijdje of rijtjes tussendoor. En dat is net zoals de coaster die vanaf 1 juli hier operationeel zal gaan zijn. Waar ik echt heel lang naar uit heb gekeken. Maar we gaan eerst op Heidi the Ride. À 2 minuten. In ieder geval, ja, dames en heren, voor degenen die het misschien nog hebben onthouden, Kabouter Klus, zie je met zijn vleermuizen. Voor degenen die het echt nog heel goed weten van vroeger, heeft hier zeg maar de vleermuis gestaan. En dat was een soort van kabelbaantje zeg maar, of een in ieder geval, het was een slinger coastertje zeg maar, waar je aan hing. En ja, dat heeft dus vroeger hier op deze plek gestaan. Voor degenen die het echt nog heel goed weten. Maar zo eentje hebben we ook in Nederland gehad, tijdens bouw. En dat was op Duinrel. Daar hebben ze hem meteen eigenlijk afgebroken. Maar hier heeft hij helaas ook zijn loodjes gelegd. Jammer.
Maar het waren echt heel leuke, unieke zaken. Net zoals de vleermuizen hier. Op het kabouterplop themagebiedje, zeg maar. Maar we gaan nou echt die kant op. Waarschijnlijk ga je de ride doen. Of richting de draak. Ja, we lopen nu dus op, op de draak af. Een Mack-powered coaster. Dit is wel een van mijn favorieten. Maar dit is zeg maar nog uit de tijd van het kasteel van koning Samson. Ja, je zou eigenlijk hier zeggen van, gaat hier langs. Maar neem even een privé ommetje. En dan gaan we die kant op. Richting of de draak, ligt eraan wat de wachtrijen zijn. Maar ik kom hier ook binnenkort weer terug. Dus wat ik nou vandaag doe, daar neem ik jullie mee op. En anders, ja, beter voor de volgende keer. Maar ja, de entry poort is nog steeds hetzelfde. Dus heb je zeg maar daar de ingang van de draak. De powered coaster van Mack. En heb je hier zeg maar de wachtrij rondlopen. Nou, als ik het zo al zie, ik stap hier vandaag niet in. Maar wel op Heidi the Ride natuurlijk. Ja, ik ben benieuwd hoe hier de wachtrijen aangelegd zullen zijn. Nou zijn we dus de wachtrijen gelopen van Heidi the Ride. En hier zie je het ook weer van een pijltje, daar mag je dus zeg maar niet staan. En op zo'n groene stip weer wel. Dus in principe is het hier net zo duik als Toverland aangegeven. Helaas wat het meisje net deed, mag niet voorbij steken. Maar ja, zo kan je dus makkelijk 1,5 meter van zeg maar de gezinnen behouden. Ja, duiken dan dik kan je gewoon niet zijn. Ja, hier en daar is het wel een beetje versleten. Maar dat valt wel zo bij te werken. Behalve net zoals in de Efteling, dat je echt gewoon hier een schutting hebt, hier een schutting en dan zeg maar een dak. Ofwel, ja, de Efteling heeft het dus niet begrepen, maar Toverland daarentegen en Plopsaland de Pannen wel. Nou, we zijn dus nu eigenlijk bij de oorspronkelijke ingang, maar vanwege de tijdelijke maatregelen dat binnenlocaties gesloten moeten zijn, mag dit niet gebruikt worden als wachtrij. Maar je zeg maar de ingang nou zeg maar via de shopzijde, daar. Je ziet even ook een medewerker staan en die laat de mensen desinfecteren en nameten en noem het maar op. En dan daar heb je zeg maar een stukje naar boven en dat is dan zeg maar via de uitgang ga je er dus in. Dat is best wel apart hoe ze dat hier hebben gedaan. Maar decoratie, het ziet er nog steeds geweldig eruit hoor, echt waar. Studio 100, chapeau, ga zo door. En ja, zoals je ziet zijn daar de boomstammen zeg maar. En dat is nou tegenwoordig Dino Splash. Vroeger was dat zeg maar het kasteel van koning Samson. Kijken of dat we daar een ritje op gaan maken. Maar ja, het is lekker warm, maar ik ben echt benieuwd wat zijn nou de wachtrijen. Dus ik dacht dat Plopsaland ook tegenwoordig een app heeft met de wachttijden. Maar daar heb ik het wel met jullie later over. Nou, we gaan eerst op Heidi the Ride. We'll be right back.
attractie op Hide the Ride. 4 jaar geleden. Hij is nog steeds goed soepel. Echt heerlijk soepel. In ieder geval, net zoals wat ik vorige week in de Toverland vlog zei van Toverland, is heel goed in retrekken. Nou, Plopsaland de Pannen dus ook. Maar de Efteling, ze kunnen retrekken. Daar niet van, hoor niet over klagen, maar ze zijn gewoon niet soepel. Hier heb je dus gewoon weer de draak. Een nieuwigheidje voor mij dan, omdat ik sowieso al 4 jaar geleden niet meer ben geweest hier, is zeg maar de Dino Splash. En dat is een lokvloem gebouwd bij Makrijd. En heette vroeger Kasteel van Koning Samson. En nou is het zeg maar een beetje in de tijdperk van de dino's gethematiseerd. Als ik eerlijk mag zeggen, ja, decoratie echt goed gelukt, geweldig. Ga zo door. Echt simpel, maar heel mooi. Net zoals Toverland, die doet het heel simpel en gewoon heel mooi. Van dit soort dingen hou ik gewoon van. En daar zie je toevallig weer de draak voorbij rijden. Die zit nu op de eerste ronde of de tweede ronde. De eerste ronde gaat hij half vermogen, zeg maar. En de tweede ronde, dan gaat hij op volle tempo. Oh, hij komt dus net van de tweede ronde af. Dus nou rijdt hij langzaam het stationnetje binnen. Maar wat ik dus zou zeggen, Dino Splash, ja, het ziet er geweldig uit. Het lijkt wel dat een beetje Sansom en Gert worden uitgeroeid. Ik wil het niet met al te veel grote woorden zeggen, maar ja, het lijkt wel dat ze een beetje opzij gezet worden. Want hier heb je zeg maar nog het kasteel van de draak, een Pirate Coaster. En dan daarvoor staat zeg maar nog Gert. En als je goed kijkt daar op die op dat monument, daar zit ook nog Gert op. Dus dat is wel nog leuk dat ze dat hebben behouden. Maar ik heb toch een bepaald vermoeden dat het thema van Dino hier het langzaam gaat overnemen. En hier heb je tevens ook nog Samson. Waarvan de eerste stem ik persoonlijk toch wel de beste vind. Sommigen kennen het onder Danny Verbeest. Maar kinderen die zullen wel niet weten waar ik het over heb. Maar volwassenen en eindtieners wel. Maar we gaan dus nu die kant op richting Mega Mindy. En nou komen we dus bij een gedeelte van de nieuwe coaster. Ofwel The Ride to Happiness. En dat is dus een extreme spinning coaster gebouwd bij Mack. En het element wat je hier ziet, zeg maar, dat is een hele unieke. Want er zijn nog maar 3 coasters over heel de wereld die zo'n banana roll hebben. En daarna heb je zeg maar een hele mooie ronde looping. Die laat ik zo meteen nog een keer zien. En daarachter zit een Zero G-roll. En dat in een launch coaster / spinning ben ik echt heel benieuwd hoe dat zal gaan aanvoelen. Maar dat kun je pas over een maand beoordelen. Maar in ieder geval, ik ben hier echt hartstikke hyped over. Wil tevens hier nogmaals Plopsaland bij feliciteren met deze nieuwe coaster. Echt van hartstikke gefeliciteerd. En sowieso omdat het een uniek is, omdat dit nog maar de tweede over heel de wereld is. Dus ik ben echt benieuwd naar het complete plaatje. Als het nieuwe gebied ook open is. Maar zo te zien is het hier behoorlijk druk. Bij de vliegende fietsen van Mega Mindy. Jammer. Hier op de jetski. Het is één carouseltje en dan dat. Nee. Dus ik ga hier horen spreken en ik ga het niet doen, maar ik heb wel echt allemaal wel doen. Dat is
en heren, helaas, ik ga de K3 rollerskater overslaan. Want omdat die 1,5 meter verlegd moest worden, heb je dit stuk er extra bij. En dan tevens ook nog de normale wachtrij. Dat is voor mij helaas iets te druk. Maar dit is eigenlijk een standaard Vekoma kiddie coaster. Die je ook op Slagharen ziet staan en allerlei andere parken. Dus in principe de layouts zijn allemaal hetzelfde. Maar vandaag, nee, ga ik hem niet doen. Misschien op een rustige dag, maar vandaag niet. Maar de decoratie eromheen is wel heel mooi gelukt hoor. Rond de wereld van K3. Want vroeger hoorde dit tot het gebied van Vizia Woppy en dergelijke. En ja, dan zie je toch wel veranderingen. Dus dat de attractie behouden, maar onder een andere thema gaat behoren. Dus ja, dat is wel leuk om dat te zien veranderen. En ja, nou voel ik me toch in één keer heel erg klein. Want dit hoorde vroeger bij Kabouter Plop. Of ook bij Vision Woppy. Want dat zijn zeg maar twee muizen. En die leven in een kooi samen met een papegaai en een schildpad. En ja, daar hoorde dit gebied volledig bij. Dus dat was best wel een heel groot gebied. En dit wordt nou tot kaartje. Ja, ik laat jullie gewoon heel veel mooie beelden van mij hier zien. Victor's race, dat was tevens vroeger Donko's race, ofwel, er zat vroeger een schildpad op deze Tivoli coaster en deze hebben we eigenlijk ook zeg maar in duinruil, deze type coaster. En hier heb je toch best wel redelijk veel zicht op de nieuwe coaster, waar ik heel erg hyped over ben. Maar als ik me een beetje ga herinneren, als we verder die kant lopen richting Huis Anubis, dan kan je het gewoon echt zien hoe schitterend dat die is. Ik hoop dat ze nog vandaag gaan testrijden, maar ik ben bang van niet. Ook al zijn er wel medewerkers aanwezig, maar ik durf geen pijl te trekken. Maar ik heb het toen straks even nagevraagd. En er stonden alleen maar Walen of Fransen. Vlamingen of Nederlanders, homa. Ik sta niet echt zo geliefd bij het Waals en Fransen, want ik heb er echt een hekel aan. Dan vraag je iets netjes in het Frans, in het Engels of probeer in het Duits, maar ze doen gewoon heel erg arrogant terug naar je toe. En ze denken van, hé, wij hier zijn de baas, jij hoort naar ons te luisteren. En denk van, nee, ik vraag netjes om 1,5 meter, maar ze geven niks hoor. Maar in ieder geval genoeg zit. Ik laat hier weer wat mooie beelden zien en ik zie je straks wel weer. En zo komen we nou bij, in ieder geval het is een tv-serie geweest, of misschien nog steeds. In ieder geval, ik volg Catnet niet meer echt zo, maar dit is de Nachtwacht. En deze heeft vroeger thema's gehad van Spring, of de Spring Flyer was het vroeger. En tevens ook de K3 Flyer. En nu is het genoemd naar een tv-serie over weerwolven, vampieren, noem het maar op. Dus hier gaan we sowieso op. En ik zie die boven, high to the sky. Ofwel een Funtime Star Flyer. Dus. En heel vaak staat deze aan de grond omdat hier aan de kust heel hard staat te waaien. Maar nu is het gelukkig bijna windstil. Dus ja, windkracht 2, 3, hooguit. Dus ik ben blij dat ik kan draaien. Dus high to the sky. En hier op zo'n stoeltje kan je dus zien een karakter uit de serie. En elk stoeltje aan de binnenzijde
heeft een eigen karakter en naam erop staan, dus dat is best wel leuk. Echt zoveel detail, ik hou er nou al van. Ook al is het gewoon een hele mooie Funtime Starflyer. Funtime Starflyers zijn al van harte goed, dus ik zou enjoy zeggen, enjoy the high to the sky. Leuks. Vroeger, voordat de nachtwacht werd, was het ook Roxflyer. En alleen maar van zulke soort leuke feitjes vind je op dit YouTube-kanaal Dutch Coaster Community. Van echt van de pretparkwereld informatie. Ja, dames en heren, na de nachtwacht gehad hebben, in ieder geval type Starflyer. Bij Funtime. Teaming! Ja, best wel leuk gelukt. Oké, ik ken hem wel onder de K3 Flyer, de Spring Flyer, nou dus de Nachtwacht. Ja, aparte keus. Zo komen we nou bij een restaurant, zeg maar. Maar er valt iets mij meteen op. Want dit is echt alleen puur zeg maar voor hotelgasten en dergelijke. En hierin zit een attractie. Die mag dus helaas niet operationeel zijn. Omdat die overdekt is. Jammer genoeg. Maar het leukste is, als ze dus met de theekopjes hebben gedaan. Ze hebben gewoon de theekopjes eraf gehaald en gewoon tafels neergezet. Echt. Hoe grappig. Echt waar. Ik zal dan een beetje op afstand filmen, maar hiervoor zeg maar, die jurken, dat is van Prinsessia. En vanwege een beetje privacy op hun te hebben, ja, zou ik zeggen van, gooi die carousel gewoon aan en laat de mensen het eten vangen vanuit de keuken. Maar ja, dus vanwege, omdat dit meestal theekopjes is en... Ja, dus niet mag draaien omdat hij overdekt is, zeg maar. Ja, hebben ze het nou als een tijdelijk restaurant gebruikt. En daar staat dus zeg maar zo'n theekopje op, waar dat jongetje nou in zit. Maar hiervoor, bij de koffiekopjes van Prinsessia, vroeger van Wizzy en Woppie, ligt er een heel klein tuintje. En moet je kijken wat ze in die tuin hebben neergezet. Daar staan gewoon echt een paar van die theekopjes. Die meestal daar op de schijf staan. Hebben ze het nou hier neergezet.
Ja, echt leuk. Ik zou het, ja, ik weet niet wat ik moet zeggen, maar ik vind het heel bijzonder dat ze dit hebben gedaan. Gewoon zo'n koffiekopje of een theekopje van de attractie hier in de tuin zetten. Ja, echt leuk. Het is iets kleins, maar het is wel heel simpel en meteen iets leuks. Hoe het kan opvullen. Ja, echt leuk, leuk. Eén mysterie, 1000 vragen. We gaan nu naar een attractie. Mijn favoriete coaster. Eén mysterie, 1000 vragen. Dat is het huis Anubis. Ja, maar echt wel, dames en heren. Moet je kijken. Hoe leuk. Simpel, maar ja, je kan het nou wel een beetje gebruiken, zeg maar. En dit is zeg maar alleen maar voor hotelgasten. Ofwel, dan kunnen ze dan dineren en ochtendeten doen. Maar ja, we gaan nou naar een LSM Launch Coaster van Gerslauer. En het is tevens echt een van mijn favoriete tv-series van vroeger geweest. En er is een Nederlandse versie, daar is het mee begonnen, van het huis Anubis. Daarna is het naar Das Haus Anubis gegaan, in het Duits. Er is een Engelse serie van gekomen, The House of Anubis. En allerlei andere dingen. Maar ja, dit is een achtbaan die ik in 2010 heb gedaan. En ja, komt dus uit 2009. En ik laat jullie hier een hele mooie onride op zien. En natuurlijk hele mooie offride beelden van het huis Anubis. Hoe die launch zal zijn, dat je tegelijk stinkt. Ik ben echt heel benieuwd vandaag. Oh, wat was dit heerlijk. Anubis the ride hier in Plopsaland de pannen. Ja, hier heb je dus Victor's kantoor. Het is nou eigenlijk tegenovergesteld wat we de wachtrij doen. Want als ze deze route hadden bewaard, ja, dan mochten ze helaas niet rijden, moesten ze dicht. Maar ja, het is nou eigenlijk de wereld ondersteboven. Net zoals een achtbaan, waar je ondersteboven gaat. Echt grappig.
En nu kunnen we wel een beetje lekker rustig bekijken van hoe en wat eruit ziet. Dus net zoals in de films en noem het maar op. En nou is het eigenlijk de wereld achterstevoren. Net zoals wat corona gedaan heeft. De wereld achterstevoren. Echt maar echt leuk om nou goed te kunnen zien van hoe en wat. Dus ja, nou is binnen, buiten, buiten, binnen. Echt leuk. Mooi. En hier heb je zeg maar een beetje het, de kelder zeg maar nagebootst. Echt heel mooi gedaan. En hier heb je Victor's gedeelte, wat hij zijn geheime bruiseltjes maakt. Nou komen wij Prins Rohan. De baas uit de eerste film. En hier heb je de woonkamer van meneer en mevrouw Winsbrugge Hennegouwen. Echt leuk dat ze bepaalde dingen uit de film ook hier echt letterlijk hebben ingezet. Echt leuk. Maar kijk uit voor Victor Emmanuel Rodemaar. Voilà, maar dames en heren. Een rondje front row. Heeft wel goed gedaan, echt super blij. Mijn favoriete achtbaan, heel plops van de pannen. Anubis The Ride. In 2010 gedaan, toen de tijd. En ja, het is gewoon nog steeds een perfecte baan, hè. Echt waar. De teaming is goed, de track is goed, hij is heel soepel. Dus echt chapeau, Plopsa, voor het goed onderhouden van de trein. En voor de sommige mensen die het goed weten, Sibuna. In ieder geval, we laten nu Anubis gedeelte. En we gaan nu richting Piet Piraat, Storm op Zee. En dat is een kochenmolen die daar staat, zeg maar. Een mak kochenmolen. Ik laat even een paar mooie beelden ervan zien. En dan gaan we kijken of we iets meer kunnen schieten rond The Ride to Happiness. Zo niet, dan gaan we terug die kant op richting de kermis. Hey, de zingen ze voor. Of toch niet. In ieder geval, als jullie even een paar beelden van Zon op Zee zien. We stappen niet in, we stappen niet uit, want we gaan achteruit. En ja, daar weer terug. Achteruit, heerlijk. Ja, dames en heren, moet je kijken hoe schitterend het stationsgebouw eruit ziet. En dan de yo-yo roll die nog voor de line zit en dan naar het station. Na dit stukje ben ik echt het meest benieuwd hoe ze dat gaan aanvoelen. Qua hangtime, slow spinning, slow hangtime. En als je daar goed kijkt, ja, je ziet het staan, één van de treintjes buiten. Het ziet er toch schitterend uit, die treinen. Echt, gewoon jaloers om op te worden. Ik hoop dat ze vandaag nog doen testdraaien. Ik hoop het. Dan kan ik hier wat mooie beelden van laten zien. Maar anders is het met de toekomstige vlog. Van dat ik hier op vakantie ben. En dan rond de opening van The Ride to Happiness. Maar ik ben er echt benieuwd. Hoe zal het ervaren zijn? Een launch, spinnen, tegelijk over de kop. Hoe zal het aanvoelen?
Want in principe, deze achtbaan heeft bijna alles wat een achtbaan kan hebben. Er zitten lines op, het gaat over de kop, het spint. Ja, het is gewoon een achtbaan die gewoon bijna echt alles heeft. Wat je kan bedenken op een achtbaan. En dit is dan ontworpen door Mark. In het geheim op Blue Fire. Want sommige mensen weten dat. Dat één zo'n gondeltje, dat heeft dan op de Blue Fire gestaan. Helemaal achteraan. En daar hebben ze dus eigenlijk een nieuwe soort achtbaan uitgevonden. En dat noemen ze dus een Extreme Spinning Coaster. En ja, toch best wel leuk dat ze uit het niet zoiets hebben ontwikkeld van goh, laten we een draaiend gondeltje erop zetten. Kijken of dat aantrekt. En dit is al de tweede. Nou, in Amerika denk ik dat ze waarschijnlijk wel meer ergens van zullen gaan komen. Maar ik hoop dat wij hier in België staat hij nu, een Extreme Spinning Coaster. Ik hoop dat er zo'n coaster ook bij ons in Nederland mag gaan verwelkomen. Een Extreme Spinning Coaster gebouwd bij Mack. Maar we gaan nou verder die kant op. Verder mooie beelden schieten van de baan. Waar ik heel erg benieuwd naar ben. Echt waar. Wat ziet die yo-yo rol die er achterin zit. Echt net na het station richting de lines. De eerste lines. Het ziet er vet uit. Als je daar op slow over de kop gaat. Draaiend. Slow motion. Dat is wel hartstikke vet. En dan word je zeg maar hier op de line stilgezet. En daarna word je in één keer, ik weet niet hoe snel dat hij ongeveer zal gaan, maar ik denk rond de 90, 95 km per uur. Word je in één keer afgeschoten. En dan krijg je daar zeg maar die overbank of outbank tophead. Ja, en dan daar spinnend. Ja, ik ben echt heel benieuwd. Want zo die twisted airtime die je hier ziet, ja, echt schitterend uitgewerkt. Ja, en dat dus na die zero G-roll. Ja, het is een baan, ik denk dat het echt niet om te beschrijven is. En dan die tweede lines die je ziet lopen, dan met airtime. Hoe zal dat gaan zijn? En dan daar die inverted roll, echt. Het is een baan die niet te beschrijven zal gaan worden, echt. Ik ben er echt heel benieuwd naar. Ik ben er echt zwaar hyped over. Ik verwacht hier echt heel veel van. Dus ja, ik zal me laten verrassen rond 1 juli als die operationeel is. Deze Extreme Spinning Coaster van Mack Ride. Ofwel The Ride to Happiness. Ah, dat is nog een van de hoogste punten, de overbank tophead hier, waar ik ook benieuwd naar ben. En dan de banana roll. Er zijn er maar 3 over heel de wereld die zo'n inversie hebben. En moet je kijken wat voor mooie volle ronde looping heeft. Want Blue Fire Mega Coaster, waar het dus op is getest, die heeft zo'n hele mooie volle ronde looping. En daar ben ik dus heel benieuwd naar met de snelheid en de spinning ervaring. Dus echt gewoon op de zero G-roll ben ik benieuwd naar. De mooie ronde vol looping en de banana roll. Hoe je daar op een spinnende manier er doorheen gaat. Echt schitterend. Ik ben blij dat er zo eentje eindelijk in Europa staat. Nou alleen nog eentje in Nederland. Daar ben ik super blij. Bijvoorbeeld Toverland. Nou, zoals je ziet zijn we terug op het klopgebied, het themagebied. En dan zie je daar de konijntjes, zeg maar. Wat ik nou zo leuk vind, ik heb net met personeel gesproken. Ik weet niet of dat van de technische dienst was of van operations, van attracties. Maar ze stonden zeg maar
dit mooie spuitwerk wat je daar ziet. Dus al die pijlen, kruisen en noem het maar op. Zorg even bij te spuiten. Maar ik weet niet of ik het mag zeggen, of dat al bekend is bij sommige YouTubers. Maar helaas, deze attractie, dus die konijntjes, die gaat weg. Hier komen dan al tenten te staan. Een beetje in de stijl van Tomorrowland. Wel van de Ride to Happiness. Ofwel, daar gaan ze het gebied hierbij betrekken. Nou, dat weer. Maar wat ik dus zo geniaal vind, en wat ik dus dan ook wel een beetje jammer vind, dan zie je daar die twisted turn. Dan heb je hier zeg maar de tweede lines met airtime. En het lijkt net, als je het zo bekijkt, of dat die trein echt op het dak gaat rijden. Ik denk van dat geeft een heel mooi effect, maar helaas. Ja, effect waar ik dus van had gedacht en had gedroomd. Een beetje uitwerking. Gaat dus deze attractie hier weg. Die wordt dus ergens anders gelegd. Waar, dat weet ik niet. Maar ik heb ook meerdere ideeën gehoord over het kermis en het bos van Plop en technische dienst. Maar ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar in ieder geval deze attractie die je hier voor je ziet, dus de konijntjes, die gaat helaas verdwijnen van deze locatie, maar die gaat naar een andere locatie toe. En er komen hier dus allemaal van die leuke tentjes te staan. Een beetje in de stijl van Tomorrowland en dat soort zaken. Dus dat zijn wel weer leuke feitjes die alleen maar puur op dit kanaal hoort van Dutch Coast Community. Maar echt waar, nog een kleine anderhalve maand. Of een maand. En dan gaat deze coaster die je hier ziet staan eindelijk open. De tweede extreme spinning coaster ter wereld. Ik ben echt benieuwd naar de ervaring. Ik ben echt zwaar hyped. Dus ik kijk hier echt gewoon helemaal naar uit als ik hem eindelijk kan gaan doen. En ik ben super benieuwd naar mijn reactie. Ja, dat eventjes hier genoeg gezegd te hebben. We gaan door richting de Sphinx of Four. Nou, nu lopen we een van de laatste. Ene laatste of de een na laatste gebieden op. Heeft rotsen, het is een viking. Het is zo'n klein jongetje of een meisje. En wat denk je? Wiki de viking. Hier hebben ze een hele mooie, natuurlijk een splash battle staan. Heel mooi gedecoreerd. Maar ja, die hebben ze op heel veel parken staan. Maar zo'n mooi gedecoreerde disco dancer, die hebben niet veel parken, hè? Zo'n mooie disco dancer met daar op midden bij het naambordje Wikiland met airtime. Ja, het is gewoon echt een hele mooie gedecoreerde disco dance. Echt waar, dames en heren, hier moet je sowieso gedaan hebben, ofwel waarschijnlijk de grote golf. Ik weet niet precies wat de naam er is, maar ja, later komt de onride ervan, maar sowieso deze disco dancer, het is echt een aanrader. Ik ga er gewoon weer lekker even op, laat jullie mooie beelden zien en dan gaan we helaas die kant op, richting het einde van het park eigenlijk een beetje, van het kermisterrein van Sans met Gert. Gert bestaat niet meer, helaas, Pindakaas is overleden, nu is het Marie. En die heeft zeg maar het sokje opgenomen. We gaan dus naar het kermisterrein toe. Big and Betsy hoeven. En dan zijn we het rondje hier rond. En ja, tot nu toe, ik heb echt wel genoten. Echt waar. Ik ben echt super blij dat ik na een kleine 4 jaar weer terug ben. Ongelooflijk. Maar ik zou zeggen, enjoy de mooie beelden hier vanuit Wikiland. Oh ja, het heette de grote golf. Papa!
Hoppa, ja, lekker! Ja, bijna! Ja, zo verlaten we helaas weer Wikiland. Oh, echt waar, de grote golf. I love it. Zampla disco dancers. Ik hou ervan. Maar in ieder geval, ja, we zijn hier op het kermispleintje. Ofwel, de soort van Sinkse voor. Wat we helaas hebben gemist in Antwerpen. Jammer genoeg. Maar ja, we zijn dus nu op het kermisplein van Samson en Marie. Zoals je daar ziet, Cher Albert. Ja, eigenlijk is dat nog het enige kraampje wat echt nostalgisch is van of een originele kermisexploitant. Dus ja, zoiets zie je vrij weinig in pretparken nog. Maar dat is een echt kraampje dat van een kermis afkomt. En dan heb je hier een soort van game gallery. En ja, wat me opvalt, de tekeningen zijn echt heel mooi. En ja, het is eigenlijk niet meer Samson en Gert. Dus, ofwel, Gert bestaat gewoon niet meer. Maar het is gewoon echt Samson en Marie. En Marie is zeg maar de dochter van Gert. Dus het nieuwe baasje van Samson. En dan heb je hier zeg maar een safari trip, niet net zoals KNG, maar dit is zeg maar een autocarousel. Een stukje verderop heb je de botswagentjes ofwel een autoscooter. Maar nu zei ik dat Gert niet meer bestond. Wat denk je? Daar. Daar staat Gert dus wel nog. Of wanneer dat daar een nieuwe pop zal komen, ik weet het niet. Maar ja, op een of andere manier, Samson en Gert bestaat dus wel nog. In plaats van Samson en dan Marie. Maar het is dus wel hier nog steeds Samson en Gert. Het is wel mooi dat Gert hier nog staat. Hoe lang dat hij er zal blijven staan, ik durf het niet te zeggen. Maar hier hebben we dus allerlei leuke kermiszaken. Net zoals een wellenvloek, daar. Daarachter, als je het goed ziet staan, staat een dubbele carousel. En daar heb je ballonnenrace. Dat is een hele leuke molen. Ik laat zo meteen even een paar mooie beelden hiervan zien. En dan gaan we terug richting het einde en dat is die kant op. Maar ik zou zeggen, geniet van het kermisgebied. Want hier waren ze ook mee iets van plan. Kan ik je alvast zeggen. Ja, vanmorgen dat geval op. Hey, en hier zit Gert ook wel nog op. En Marie nog niet. De vervanging.
Dus ik hoop dat ze toch wel Gert een beetje in stand houden. Ook al stopt hij wel na 30 jaar. Dus dat is wel leuk dat ze nog bepaalde schildjes waar Gert op staat wel in stand houden. Dat vind ik leuk. En nu kijk ik zo bij hoe ze deze wellevloek noemen Wienerwald. En je moet naar de schildjes eronder kijken. Dan zie je dat de rechter Marius en de linker Gert. Ja, echt leuk dat ze dat hier nog op hebben zitten. En niet te vergeten Samson. Nou, dat was dus het kennisplein. Mooi bijgehouden in de winterstop. Ja, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ze gaan met dit gebied, met het kennisgebied, wel iets doen. Of dat de attracties blijven staan, dat weet ik niet, daar heb ik ook niks van te zeggen. Of dat indoor of outdoor gaat worden, ik weet niet. Maar het Boomba pleintje waar we nu lopen, dat gaat weg. Hierachter ligt het bos van Plop. Die gaat tegen daarbij ook weg. Maar hoe en wat verder, ik weet het niet. Maar we lopen nu zeg maar achter Mayaland. Gaan we richting de Hoeve. Je zou zeggen dan Amica. Er is een tv-serie hier geweest. Maar ik weet niet of dat Amica nog buiten staat. Maar van origine is dit van Big & Betsy, nog ouder. Ook uit mijn tijd. Ah ja, Amica staat daar te eten, te grazen. In ieder geval, ja, zo groot is de Big & Betsy hoeve nou eigenlijk ook weer niet. Eigenlijk zeg maar alleen maar pure tractors hier voor de kleintjes. Leuk. En daar heb je op het schuur heel groot Big & Betsy staan. Oh, ik heb toch wel mijn woorden terug. Maar het is wel een beetje brandend was. Net zoals in de Efteling. Schuttingen. In de wachtrij. Maar ja. Waarschijnlijk moeten ze de volledige wachtrij gebruiken en dan kan je die anderhalve meter dus niet in acht nemen, dat gaat gewoon niet. Ofwel, dan moeten ze wel helaas een schutting neerzetten, maar ik zie een heel leuk varkentje staan. Ja, die laat nog wel heel veel scheetjes en dan zeg ik dan, snor een beetje. Maar er zijn een paar kids nou de zeug aan het bereiden. Dus ik laat wel even een paar mooie beelden zien. En dan zie ik jullie wel weer op het plein terug. Hey, Markske, ik heb je gevonden. Ik kieke. Maar wat, oh, het zijn Brahma hanen, kippen. Dus ja, nog best wel harige kippen. Of hanen. Voor mij is het iets nieuws, maar ik wist niet dat de Big & Betsy een eigen horecapuntje hier hadden. Of een to-go restaurantje. Ja, leuk. Want ja, het is al sowieso 4 jaar geleden van mij dat ik hier nog ben geweest. Maar ze hebben hier dus eigen horecapuntje op de Big & Betsy hoeve. Echt leuk. Ja. Ja, daar heb je dan allemaal dieren in een stal zitten. Ja, en dan daarachter heb je Mayaland liggen.
En hier heb je dan nog Plopsa Aqua liggen. Daar gaan we naartoe als het The Ride to Happiness open is, naar Plopsa Aqua. Voor de eerste keer dat ik een, ik heb wel meerdere zwembaden bezocht. Maar helemaal in stijl van Plopsa, helemaal gedecoreerd binnen. Een paar hele goede glijbanen. Ik ben er heel benieuwd naar. Ik ben nog nooit binnen geweest. Maar ik heb al genoeg filmpjes gezien dat het fantastisch eruit ziet. Ik hoop dat ik dan binnen mag filmen. Dat durf ik niet te zeggen. Maar als de mogelijkheid er is, dan neem ik jullie wel mee naar binnen. Naar Plopsa Aqua. En moet je die Mercedes daar eens zien staan. Heel mooi. Echt niet normaal. En daar rijden ze dan meestal een stoet mee. Maar ik ben echt jaloers. Moet je kijken hoe mooi dat die wagens zijn. Deze Mercedes, echt niet normaal. Nou begrijp ik ook wel waarom dat Gert Verhulst zingt van had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? Een feestje bouwen en je geld opdoen. Nou, hij doet dus auto's kopen met 10 miljoen. Oh, sorry, daar. Heel veel videoclips van Sansom en Gert zijn hier gewoon echt in het park opgenomen. Het is ook in de Efteling. Hier is het een gedeelte ik ben dat nummer even kwijt, maar hier is wel een van de liedjes opgenomen. Heel leuk om dat te zien. Dat het gewoon hier gedaan is. Maar we gaan dus nou die kant op. Richting het bos van Plop, die helaas gesloten is vanwege de coronamaatregelen. Ik ben benieuwd hoe lang dat die nog zal blijven staan. Maar het zal niet lang meer zo zijn. Dus ik hoop dat ik hem nog kan doen rond de zomer. Anders is het helaas pindakaas. En ja, was het leuk geweest. Maar het is al een hele oude flat ride. Dark ride eigenlijk. Maar zo bijzonder is het nou ook weer niet. Maar we gaan dus nu terug richting het dorpsplein. En dan gaan we deze hele leuke dag met jullie afsluiten en doornemen. Nou, daar is het plein weer. Maar wat ik dus gewoon heel leuk vind, is dat ze toch nog een heel klein stukje nostalgie van wat het hiervoor was, hier neerleggen. Want dan heb je zeg maar de reus van Meliepark. En dan heb je hier nog een kapelletje dat ook nog hele leuke oude spulletjes heeft van Meliepark toen het over bijtjes en dergelijke ging. Dat was voordat het Plopsaland werd. Echt leuk dat ze dat dus hier nog hebben bewaard. Heel mooi. Ja, dames en heren, nou lopen we het park letterlijk uit. Vanochtend zijn we via die kant binnengekomen. Maar vanwege de corona en dergelijke maatregelen hebben ze zo besloten. Als je het park uitloopt, dan loop je zeg maar onder die hele grote deur door. Dus ja, best wel leuk. Dames en heren, ik heb ervan genoten. 4 jaar geleden dat ik hier nog ben geweest op Plopsaland Pannen. Wat moet ik van zeggen? Het was een gezellig dagje, echt een leuk dagje. We hebben van genoten. We komen over een paar maanden weer terug. Maar dan overnachten in het Plopsa Hotel. Vanwege de Ride to Happiness die zich vanaf 1 juli gaat openen. Probeer op 1 juli aanwezig te zijn. Ik kan niks beloven, maar ik probeer wel aanwezig te zijn. Heel veel dingen zijn redelijk hetzelfde gebleven. Wel wat vernieuwingen. Daarentegen in de themagebieden heb ik ook deze met jullie gedeeld. Was best wel leuk. Ik heb er gewoon echt van genoten. Ik ben blij dat ik hier weer terug ben. Dan gaan we ook, is mijn bedoeling, naar het Plopsa station op Antwerp Centraal.
Tevens naar Hasselt, het indoorpark, als het weer open is vanaf 9 juni. En tevens dan vanaf 5 juni, omdat dan de indoorhallen weer open gaan, naar Coevorden. Ben ik van plan. Plopsa Co is misschien, maar daar heb ik nog geen pijl te trekken. Maar ja, ik ben super blij dat ik weer Anubis the Ride heb kunnen doen, Haaien the Ride heb kunnen doen en noem het maar op. Maar natuurlijk kijken we nu het meeste uit naar The Ride to Happiness by Tomorrowland. Een festival dat rond Antwerpen wordt georganiseerd. En dit is een coaster, een extreme spinning coaster gebouwd bij MAC. Die dus vanaf 1 juli gaat openen. En dat is in samenwerking gedaan met Studio 100/Plopsa Land. En ja, de Tomorrowland is zeg maar samengedaan. Dus ik ben heel benieuwd naar de ride muziek, naar de ervaring, noem het maar op. Het hele rattenplan, maar dat zien we dan over een paar maanden. Maar had je het nog niet gedaan, vergeet natuurlijk niet dat blauwe duimpje omhoog te doen. Natuurlijk even abonneren op de YouTube kanaal Dutch Coast Community voor meer leuke reviews, vlogs, allrides en offrides sowieso nu vanaf de pretparken. Camps nog even niet, ofwel hier in België, bijvoorbeeld de Sinkse voor in Antwerpen. Maar ja, ik zou zeggen tot de volgende keer bij een vlog of een review vanuit België, Duitsland of Nederland. Ik zou zeggen tot de volgende keer.